2020 was een bijzonder jaar, ook wat weer betreft. Zelfs het warmste jaar samen met 2014 sinds het begin van de metingen, sinds 1706, dus in ruim 3 eeuwen tijd. En dat komt vooral ook door de vele zonneschijn. 400 uren meer zon hebben we gehad in 2020 dan het langjarig gemiddelde. En eigenlijk hebben we geen winter weer gekend aan het begin en ook niet aan het einde van het jaar. En het voorjaar verliep kurk en kurk droog. Het had zelfs meer vorstdagen door de droogte dan de winterperiode daarvoor. En het resulteerde uiteindelijk ook in een snikhete zomer met een langste augustus hittegolf ooit. 13 dagen achter elkaar met zelfs dagen erbij van 35 graden en meer. En daardoor natuurlijk een enorme droge periode waar we het najaar mee in gingen. Maar oktober en december hebben het eigenlijk allemaal weer goed gemaakt. Het neerslagtekort is op veel plaatsen weer opgelost. Nou, meer details op weer.nl.